Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij ARK. Survival Evolved hier op de ARK Extinct. Oh, wait, niet Extinction Core Eternal Server. Oh, yes, dames en heren. Deze server is geen public server meer. Rich heeft de server gemoved. Ik heb de save files gekregen van Rich. Zelf een server gemaakt. Dus deze server is closed, denk ik, voor nu in ieder geval. Vorige aflevering zijn we druk bezig geweest met de Crabber en Crabster en hun health. Hun health klopt er gewoon helemaal niks van. Maar nu heeft Crabster 3, doe ik dat goed? Wauw, 151 miljoen HP. Dus ik denk dat we ook nog heel even met Crabster erop uit moeten straks. Om te kijken of zij ook meer damage doet met de single claw of de double claw attack. In ieder geval, qua health zitten we nou snor. Oh, ik vlieg bijna het kippenhak in. En natuurlijk Domino's. Oh, wauw, wat een monster. Maar, ik heb beloofd dat ik alles klaar zou hebben voor de evolutie van de Evolution Compi. De Evolution Allosaurus zijn we inmiddels. En ik denk dat we dat hier gewoon heel even gaan doen. Wel heb ik ergens in mijn basis ook daar ergens een shield generator. Als ik offline ben moet er een shield generator. Want het schijnt dat mijn basis vernield was. Gelukkig had Rich dat ook allemaal weer gefixt. Dus hey, kudos voor Rich. Geef maar een duimpje omhoog voor Rich. Oh, ik ben een Dino DNA en de Dino Hearts vergeten. Ik denk, wat? Ik had alles er toch in. En is dat nou al gespoild? Maar nee. Het valt allemaal wel mee. En eigenlijk kost het allemaal ook nog niet zo heel erg veel. Dino Heart en Dino DNA. Dino DNA. Kijk ik nou over de hearts heen? Oh, ik kijk gewoon over de hearts heen. Zo, nup, oh, allemaal geen enkel probleem. Let's go to the hallo. Plup, plup, en evolueer maar. 11 eetjes. Maar dat is niet zo heel veel waard. Het kost volgens mij alleen wat prime meat. En ik denk dat we dat nog hebben. Misschien is er veel ook al wel gespoild. Valt mee, we hebben alles nog wel een beetje. We hebben ook al nog de preserving salt in onze inventory. En dit spoilt vrij snel. Maar het zorgt wel dat dit allemaal niet super snel spoilt. Dus dat is ideaal. Oh yes, dames en heren. Het moment is hier. Hij gaat evolueren. Kunnen we het op een screenshot krijgen? Oh, Evolution Rex. Oh, wauw. Mag ik jou ook rijden zonder saddle? Yes, dat is geen enkel probleem, dames en heren. Wow, dit ding is gewoon geel met groen. Wow, dit is wel een van de vetste rexen die ik ooit heb gezien. En volgens mij is die ook mega groot als je het mij vraagt. Ja. Kom eens hier met een kopje van. Nee, hier zo. Kom eens hier. Misschien kunnen we dan nog een screenshot van jou nemen voordat we jou verder gaan evolueren. Ik denk dat hier de Evolution Giga komt. Wat zijn we er nu voor nodig dan? Nog steeds 1 matrix score. 50 kibbel. Ik denk dat we alles wel hebben. Misschien moeten we dat gewoon gaan doen. Volgens mij moet iets van 50 eetjes hebben. Dus dan geef ik hem gewoon een lading prime meat. Oh, ik kan het nou niet meer zien natuurlijk zo. Oh, dit is vervelend kijken. Hij moet 50 eetjes hebben. Ik denk, misschien is de Rex wel degene waar ik... Nee. We gaan... Wow. Oké, het gaat allemaal goed. 50 kibbel. Hier. We doen gewoon direct de volgende evolutie erbij in. Hoeven we daar niet zo heel lang op te wachten. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat nou de uiteindelijke evolutie zal gaan worden. Dit doen we gewoon zo. Wauw, dan mogen we daar haast al wel weer 100 van aanzetten. Laten we dat gewoon doen, gewoon direct 100 ervan maken. Want ik denk dat we die nog wel nodig gaan zijn. En anders, het kost maar een paar eitjes waar we meer en meer dan genoeg van hebben. Laten we nou de Dino Hearts niet vergeten. Voor mij was het dit keer 15, als ik dat goed heb onthouden. 15, is hier ook nog een matrix score. Oh, hier hebben we er ook nog eentje. 50, 15 en een matrix score. En die eitjes die is die aan het genereren in zijn inventory. Oeps. Ik gok dat hij nog op follow stond. Gok ik, denk ik, hoop ik. Ah, hij stond nog op follow. Niet zo handig voor mij. Maar ik mag toch wel verwachten dat zo'n evolutierex als dit, dat hij toch enigszins zich zou moeten kunnen redden in het wild. Hij is level 780, wat volgens mij nog steeds geen upgrade is. Oké, 22.000 base damage. Eigenlijk zegt dat al wel genoeg, maar dat het geen nut heeft om hem te upgraden.
Oh crap, dan moeten we de pick-up matrix er opnieuw in doen natuurlijk. Pick-up matrix. Oh. E, T is een betere volgorde. Pick-up en dan hebben wij ergens een grappling hook, dacht ik zo. Ga je dat redden? Maar nee, niet echt. Dan grappelen we wel naar die kant toe. Oeh, daarin moet ik grappelen eigenlijk. Die gaat hij niet redden. Oh, zo komen we er ook wel. Oké, we zijn weer boven. Die grappling hook is in deze map, vooral in dit gedeelte van deze map, echt wel een uitkomst. Let's go. Blulup. En daar gaan we alweer. De rest uit zijn inventory halen. Het is niet echt iets wat we nodig zijn. Ik vraag me af, ik denk dat hierna, na de Evolution Rex, komt denk ik de Evolution Giga. Misschien redden we het vandaag wel om hem helemaal te doen. Ik verwacht het haast niet. Ik verwacht dat we nog weer iets meer moeten doen. En dat het nog weer een beetje moeilijker gaat worden. Want eigenlijk, verhoudingsgewijs is het nou niet super expensive meer. We zijn elke keer die matrix score nodig. Maar verder, niet zo heel erg gek veel. Oké, wat gaan we krijgen? Oh, er zit vast nog een Evolution Dodo Rex bij tussen. Oké, you have tamed an Evolution Giga. Weer level 780, dus hetzelfde level gebleven. Wat zijn we nodig voor de volgende evolutie? Wat? Gewoon, nog iets van hetzelfde? Will evolve your evolution dino. Ik denk dat we dat gewoon gaan doen. Dat gaan we gewoon doen. Doe maar zoiets voor... Oh, wat? Huh? Nee, zo. En dan meer, dat moet meer genoeg zijn. Prime meat maak ik me niet veel druk om. De coole kwetsel. Behemoth kwetsel. Ja, level 180. Crap level, hebben we niks aan. Oké, eetjes zijn aan het maken. Volgens mij verder waren we gewoon heel veel nodig. Oh crap, hij staat op follow. Een follow daar. Yup. Oh, gelukkig viel die nou niet weer naar beneden. Hier waren we er dan 20. Neem gewoon alles mee. Neem gewoon hier de helft van mee. Doe nog 5 weer terug. Laten we dit in ieder geval even sorten. Bloep, bloep, bloep. En hier hebben we dan nog die kibbel. Oh, 1 matrix hebben we ook nodig. Maar neem de helft van de matrix dus maar mee. Misschien gaan we dadelijk tot aan het einde. Als het elke keer hetzelfde kost. Of ongeveer dezelfde materiaal. Alleen dan een beetje meer van hetzelfde materiaal. Dan zouden we dit gewoon moeten kunnen redden. En dan gaan we misschien helemaal kunnen evolueren. Hij is ook super cool met het roze. Hij is gewoon roze-rodig. Met die reflectie in het water zo. Wow, 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 wow. Ik lanceer. Wauw, dit ziet er wel cool uit, zo'n giga. En als ik enigszins dacht dat hij meer damage zou doen als Dominus, dan zouden we hem natuurlijk ook wel heel even uit kunnen testen. Maar dat idee heb ik niet helemaal. Dus we gaan gewoon door naar de volgende halen. Alles weer uit zijn inventory. En dan gaan we weer. Evolutie. Ik denk dat hij naar de Evolution Dodo Rex komt. Die zit er volgens mij ook nog bij in. In de Evolution Cycle van de Evolution Compi. Het is jammer dat die matrix score zo duur is, anders was dit best wel een valid early game mount geweest. Als de mod verder niet zo OP was geweest om zo makkelijk wat te termen. Let's go, wat krijgen we? Yes! Oh, wow! Wow, wow, wow. Dit beest ziet er wel super vet uit. Evolution Dodo Rex. Even kijken. Kibbel, kibbel. Oh, deze wordt duurder. 2 keer Mystery Element en 15 tokens. Dus ik denk dat we deze nog niet meteen door kunnen evolueren. Want volgens mij hebben we maar 1 keer Mystery Element. Oh, wauw. Maar dit beest ziet er wel om en onwijs vet uit. Heb je een zettelslot? Crap, geen zettelslot. Hoeveel helft? 3. Hij begint maar met 4,6 miljoen. I don't know. We kunnen hem natuurlijk wel heel even testen. Dat is wel even leuk om te doen. Nee, Dominus kunnen we wel poelen. Dus het is ook nog niet super belangrijk. Laten we in ieder geval die weer daarin doen. En dit kan verder allemaal hier wel in, denk ik. Die. Van die kibbelen we nog 64. Kijk, en we hebben maar 1 mystery element. We hebben maar 327 tokens. Ik weet ook niet zo heel goed waar we die mystery element van krijgen. Dus ik denk dat ik dat heel even op ga moeten zoeken. Ja, ik ga heel even opzoeken waar we die mystery element van krijgen. Zodat we dat in ieder geval nog kunnen farmen. We hebben het, maar volgens mij hebben we dat al gekregen op de originele server. Dus, geen idee. Ik ga het even opzoeken en dan ben ik er zo weer.
En daar zijn we weer, dames en heren. Ik heb het heel even opgezocht. Een mysterious element, die krijg je door het doodmaken van een summoned darkstar. Een summoned darkstar is op zich niet zo heel duur. Een generic artifact, dus gewoon een random artifact. 300 diamond blood, maar 15 generic souls. En ik denk, kijken we eens heel even. Misschien hebben we er wel genoeg. Maar nee, we hebben er 12. Dus ik denk dat wij er gewoon even op uitgaan met die Dodorex. Dan gaan we gewoon even de desert in. Hopen dat we daar wat immortals kunnen laten spawnen. En dan halen we Dominus er gewoon bij. Want Dominus is onze... Wow, wow, wow. Ik zit nog in K-modus. Onze sterkste op het moment. Ja, laten we dat gewoon doen. Gaan we gewoon even teleporten naar de desert. Laten we backspace ook even uitdoen. Dan kan ik in ieder geval enigszins... Gaan we gewoon naar de desert? Misschien wel weer een keer leuk. We hebben hier ook een teleporter in de desert. Ik hoop niet dat er iemand meegaat. Het lijkt me haast niet, want dit beest is zo ongelooflijk massief groot. Ik denk dat een kleine, dat er gewoon de Dodorex hier gewoon bij verdwijnt. De Dominus Dodorex. Voor mij die Dominus Dodorex. Laten we eens heel even kijken wat onze base damage is. Wow! Oh mijn god, dit beest gaat nog best sterk worden ook. Yep. Met de 53k base hits gaat deze best wel sterk worden. Alleen de helft gaan we echt, echt, echt in de gaten moeten houden. Oh, natuurlijk. Alle prime meat wordt meteen een age. Nee, dat is ook geen probleem. Wat? Een broedmother? Kom maar op, broedmother. En daar loopt nog een giga. Oh, ik heb mijn auto klaar. Oeh. Kijk, we hebben geen zadel op. Kijk, die broedmother doet gewoon 31.000 damage op ons. En we hebben maar 4 miljoen AP. Really? Laat even die broedmother. Oké, misschien had ik eerst meer leveltjes moeten halen voordat we de broedmother dood willen maken. Oh, we hebben al meer leveltjes. Let's go. Even alles in de melee'tjes, want anders dan gaan we het niet halen. Oh, de... Er zit ook geen standaard level-up counter in. Dat is beter. Gaan we al bijna knockie? Nee, oké. De broedmother die doet in ieder geval geen torpor op ons. Dat is beter. 135k per hit. Dat schiet er in ieder geval op als je 4 miljoen weg moet hakken. Maar hier krijgen we ook zo insane en insane veel levels van. Dat kan niet anders. We zullen in no time max melee zijn. Oké, we hebben in ieder geval een token gekregen. Maar we gaan sowieso broedmothers dood moeten maken. Want het zijn immortals nodig om in te spannen. Dus dan gaan we bosses dood moeten maken. Volgens mij spannen bosses resurrected in. En resurrected spawnt weer immortals in. Waar is die giga in? Is die giga hem gevlucht? Die heeft natuurlijk onze Evolution Dodorex gezien. En die denkt, ik peer hem gauw. Ik ben er vandoor. Oké, ik heb nou in ieder geval meer dan genoeg Dino Ages. Maar ik geef ook niet zo heel veel om die Prime Meat, om heel eerlijk te zijn. Voor mij hebben we nog een 10.000 in onze Feeding Trough zitten. Oké, laten we eens kijken hoeveel levels hebben we gekregen. Oh, wauw. Wat een gigantische hoeveelheid levels. Alleen maar van die broedmother killen. Twee van die slangen. Dat is toch gewoon niet normaal. En waarom heb ik mijn autoklikken nou gewoon nog steeds niet aangezet? 129.60. Oké, dus alles kan er gewoon in volop doorklikken. De speed van deze Evolution Dodorex die is eigenlijk ook lekker genoeg. Dus daar hoeven we ons ook niet zo heel erg druk om te maken. Dit is soms gewoon zonde als je levels in speed moet doen. Dan kost je weer levels in health. En vooral op het Dino dat geen zadel... Wat? We hitten al voor een 500.000. Oké, resisted is 382.000. Maar nou zouden we hier natuurlijk ook wel weer het trucje op kunnen uithalen om hem weer een baby te maken en dan weer op te laten groeien. Dan zouden we natuurlijk weer 30% meer damage doen. En ik denk niet dat dat het waard is. En dat heeft er simpelzaak mee te maken. We gaan hem toch evolueren. Dus dat zou gewoon zonde zijn van onze twee baby potions. Want schijnbaar met één baby potion doet hij het niet. Let op, 360. Oh, level 60. Oké, kan ook. Meestal spawnen die althans in op level 360. Ik heb geen idee waarom. Alle otters die ik heb gezien, die waren level 360. Anders hadden we er wel eentje kunnen temmen, maar dat werd hem niet. Oeh. Oh, wauw. De damage hier is real. Je merkt het wel meteen als je geen zadel hebt. En nou klaag ik altijd wel dat die zadels, dat kan met 300... Oh. Ja, hier, kom maar op. Een Manticore erachteraan. Ik wist, ja, Max Melee. Wij zijn zo in nood aan Max Melee. Ik zag ook al een broedmother staan die met ons wil vechten. Oh, laten we eerst even leveltjes erin doen. 110 levels. Wel, waren we bijna dood. Ook een Dodorex. Dodo Wyvern moet je absoluut heel erg voor oppassen. Want die schijnt je dus in één keer van je mount af dood te kunnen maken. En omdat deze dus nog zo laag is in AP'tjes...
53, 54, 55. Is dat echt wel iets waar we gewoon heel en heel erg voorop moeten passen. Zo, mijn autoklikker staat nu in ieder geval aan. Let's go. 122 levels erbij in de health. Oh mijn god. 73 miljoen aan HP. En we zijn nog lang niet uitgeleveld. Oh, wauw. Wat lekker. Let's go. Bakken die broedmallen nog even bij. Oké, weet je nou dus resistant voor 500.000. Oh, wauw. Dat is echt extreem en extreem lekker. Yes! Een Resurrected en een Spectral. Die Spectral geeft ons dus ook weer een kans om weer een Resurrected in te laten spawnen. Oeh, die broer. Of de Dodorex die draait lekker. Oh. Oké. Okay. De Immortal? Geen Immortal. Dat is jammer. Dat is absoluut jammer. Ik had graag een Immortal gehad hier om dood te maken. Misschien moeten we het ook een keer in een ander gebiedje proberen als in de desert. Meestal probeer ik de Immortals in te laten spawnen in de desert. Wow, 3 dodo wyverns hier. Wat? En een Manticore. Oh, wow. In ieder geval zijn we max level met 135 miljoen aan HP'tjes. Ongelooflijk. Alleen deze die is dat ook wel nodig, want hij heeft natuurlijk geen zadel. Heeft hij inmiddels al een zadelslot? Nee, misschien wel nadat de server herstart. Alleen, dat duurt iets van 25 minuten of iets in die richting. Oh, dan kunnen we dit ook meteen testen. Doe jij ook goede damage op lava golems? Nope. Oh, een Manticore die wil nog even graag meedoen. Holy damn, wat ontvangt deze een damage. Dat is gewoon niet gezond. En wat lopen hier een lading bosses. Ben jij al bijna kapot of hoe zit er? Oeh, yes. Een Resurrected Stego. Spant er nou wel niet meer. Wow, hoeveel bosses kunnen hier op dit kleine stukje staan? Wat is dit voor ziekelijk OP-instellingen? Wat? Oh mijn god. Hadden we dit altijd al? Voor mij hadden we dit altijd al. Ik heb er in ieder geval niks aan veranderd. Oh mijn god. Maar een 500.000 per hit. Oh, ik denk dat we hier wel een Dominus mee... Wow, daar staan gewoon 2 broedmothers en een Manticore te vechten met 1 en hetzelfde target. Ongelooflijk, kun je het gewoon niet voorstellen. Ik denk dat deze wel een Immortal aan zou moeten kunnen, maar we hebben Dominus natuurlijk niet voor niks zo verschrikkelijk overpowered gemaakt. Die gaan we gewoon gebruiken natuurlijk voor het Immortal gevecht. Dat is nog zijn ultieme test. Oh nee! Deze broedmothers die zijn mate boosted. Kijk, ik doe maar 337 damage op ze. Nee. Maar boss heaven hier. Boss heaven. Ik had er nog graag een screenshot van willen maken. Hoe we met ze vochten. Maar het mocht niet zo zijn. Oh, die dodo wyvern die komt wel heel erg dichtbij. Oké. Okay. Oh yes, er is weer een Resurrected ingespannen. Ik denk dat ik, aangezien we nou toch max level zijn, even omgewisselen deze naar huis. Dominus even opgehalen. Dan ga ik nog even verder proberen om een Immortal in te spannen. Mocht dat dan lukken, dan haal ik jullie er weer bij. Wat? Is die Skeletal verdwenen? Is die weer gedespawned? Is die onder de grond geglitcht? Ik heb geen idee. In ieder geval, ik ga Dominus even ophalen en dan zie ik jullie zo weer. Wauw. Mensen, wat een strijd is dit. Ik ben de hele map al overgestoken. Weet ik veel. Oeh, cool. Attack trike. Of een robot trike. Voor mij is dit een robot trike. Oh, een bionic giga. Oh, die gaan we zo ook echt wel killen. Maar, wat ik hier zag, is een eternal mech. Oké. Okay. Die is ook in één keer dood. In één keer dood. Weg. Verdwenen. Verzoenzen. Oké, die dropt dus niet iets om te bouwen. I don't know. Volgens mij is mijn keepfolder ook half leeg op deze dino. Waarvan ik eigenlijk dacht dat allemaal wel nog wel goed voor elkaar was. We gaan nog één keer proberen met zo'n Eternal Amp Robot. Oh. Die dingen kunnen je one-shotten. Poef, van je mount up. Wat? Nog een nieuwe mech? Wow. Dat doet mij ook damage. Oké, maar hij dropt niks. Oké, nog wel weer. Maar het probleem wat ik voornamelijk heb is dat...
Resurrected, die spawnen wel. Alleen die despawnen ook weer meteen, omdat het schijnbaar te veel op de map zijn. Oh, Bionic Giga. Deze Bionic Giga is untamable. Maar als we hem doodmaken, geeft hij ons een 10% kans op een tameable Bionic Giga spawn. Dus ik hoop het. Hij is level 580. Oh, we moeten ons health wel in de gaten houden, want die bleed effects die doen zeer. Oh, alert all tech drums. Die hadden we natuurlijk al geleerd. Nou gaan we zijn body eens even harvesten. Oké. Helaas. Het geluk was niet aan onze zijde dat wij een Bionic Teamable Bionic Giga mochten zien inspannen. Oh, wauw. Dat ik echt wel super graag haat. Dan kunnen we die Bionic Gigas ook inspannen en dan killen. En dan hebben we een even grote kans op een Teamable Bionic Giga. Dus het is grindable. Maar natuurlijk, als we hem zo in het wild kunnen vinden, dan ook gewoon meteen level 580. De Evil Dreadmorph is come to claim its victims. Ik weet eigenlijk nog niet wat dat dan inhoudt. De Evil Dreadmorph heb ik in ieder geval nog niet eerder gezien. En jullie zien het wel, ik kill gewoon alles. Oh, is dat dan die een Dragon Boss? Eternal, nee, dit is gewoon een Eternal Dominus Dragon. Dat zal toch niet de Dreadmorph zijn? Ik heb eigenlijk geen idee. Kunnen we hem ook hitten zo? Of is onze AOE net niet groot genoeg? Yes, yes, yes. Dat was weer een hit. Ik wil gewoon Immortals. Oké, die heb ik wel gekillt. Geen loot van gekregen. Ik wil gewoon Immortals. Ik wil die generic souls. Helaas geen Bionic Kicker die inspannen. En die Max. Misschien doe ik wat te veel damage op die Max. Dat we ze in één hit gewoon deleten. Dat is vast ook niet de bedoeling. Maar jullie zien het. Zoveel primes gekillt. En nog niet één resurrected spawn. Nog niet één. Oh my god. Oh, nou hier is zelfs een... Kijk, en die Dominus Gorilla die mij daaraan viel, die was ook weer weg voordat ik hem dood kon maken. Die spawnde gewoon meteen. Oh, Resurrected Quads. Volgens mij zag ik een Resurrected Quads op. Ik heb ook geen idee of we die nou dood hebben gemaakt of niet. Volgens mij eten we die ook in één hit op. Nee, kijk, daar vliegt die. Resurrected Quads, maar dan zijn wij onze... Onze Wyvern even gauw nodig. Tantnoos. Oh, volgens mij is Tantnoos iets te snel voor dit soort gevechten. Come up. The Resurrected Quetzal vlucht in plaats van dat hij vecht. Really? Oké. Okay. Tandloos is echt een klein beetje te snel voor dit soort gevechten. Oké. Wat? Resurrected Quetzal is dood, maar ook weer geen Immortal Spawn. Oh. Het geluk is nog niet aan onze zijde, Equifist. Ik dacht, er staat iets misgespand en nu nog iets in. Misschien wat verlaat. Maar helaas, dat doe ik niet. Ik denk dat ik hier nog even domme rondjes blijf rennen. Gaan we nog even kijken om hier alles gewoon te killen. Gewoon alles dood te maken. Er staat nog een giga, die gaan we nog even opeten. En zoals jullie zien, Dominus hier heeft nergens moeite mee. Ik denk dat net zijn enige uitdaging daadwerkelijk Immortals nog zijn. Want dit stelt allemaal niks voor. Dit is gewoon te makkelijk, te easy peasy. Het meeste one-hitten wij en Rexen en Prime Rex en Prime Giga's, volgens mij is dat two-shot. Maar hij heeft ook een AOE waar je u tegen zegt, dus dit is... Ideaal, dames en heren. ERP. Wat is dit dan? Oh, deze spawnt net in. Oké, die is ook weer dood. ERP, speeps. Oh, Prime Giga. Prime Giga, die doen we nog even samen. Dan gaan we echt even op voor een kleine onderbreking. Totdat we eindelijk eens een Immortal tegenkomen. Anders zullen we ze toch moeten gaan summonen. Maar volgens mij is dat pretty expensive. Kom maar op, je Prime. Prime Giga. Oh, yes, a resurrected. Oké, dat was het. Oh, an Immortal Giga has been. Wow, crap. En we zitten ook al in gevecht met hem. Oh, we zitten onmiddellijk in gevecht met hem. Misschien kan onze Wyvern ons nog wel een beetje helpen.
Yay, onze Wiffen die doet ook hits van bijna een half miljoen. En als we dan kijken nu, dan zitten wij gewoon op een Immortal Giga. Anderhalf miljoen damage per hit doen. Dat is toch wel extreem. Als wij een vrouwtjes Indominus Rex tegenkomen, dan gaan wij die temmen puur en alleen maar om de mate boost. Die kunnen we dan gewoon even summonen, boep en vechten. En om heel eerlijk te zijn, deze Immortals, I don't know why, maar ze doen amper damage. De burn effect van een Prime Rex is de kans nog groter dat ik aan dood ga dan de kans dat ik dood zou gaan aan een Immortal met deze Indominus Rex. Want damage, niet noemenswaardig. Ik zal het jullie zo laten zien. Eerst eten we hem even op. Oké, één generic soul verder. We zijn één generic soul verder. Kijk, we staan ook nog steeds in de brand, maar... Oh, moeten we heel eind naar beneden scrollen. Ik heb zijn inventory niet zo netjes bijgehouden. Oeh, wel lekkere armor pieces allemaal. Saddles. Ook even die generic soul. Oh, we hebben 40 futuristic orbs gekregen. Dat hebben we nodig voor het temmen van Bionic Giga's. Dus die hebben we denk ik ook gekregen voor het killen van die Bionic Giga. Een generic soul en een Gigant soul. Giant soul. Gigant soul. Nou, iets in die richting in ieder geval. Wow, 420 element. Oh, dat hebben we vast ook gekregen van het killen van die Bionic Giga. Oké, misschien moeten we ons daarop focussen. Nee, we willen die souls. We moeten er nu nog twee. Dus be our beast, peeps. Oké. We zijn nog heel even weer afgeleid, dames en heren. Kunnen we daar ook gewoon eentje doen? Komt die dan hier te staan? Nee, waar is die één heen? Ja, hij staat hier. Oké, let's go. Oh, een wild elemental fire Clotail. Ik denk niet dat ik hem wil hebben, omdat hij zo'n amazing level heeft. Maar meer... Wauw, wat zie jij er cool uit. Ongelooflijk wat vet. Wel heb ik in dit gedeelte ook gewoon onwijs en onwijs veel... Yes. Onwijs veel Resurrected Rexes gezien. Unfollow. Passive. Ik heb nog een Wiffen op mijn schouder, denk ik. Of heb ik die Wiffen niet meer op mijn schouder? Ik heb nog een Wiffen op mijn schouder. Sturen we jou gewoon terug naar de basis. Maar wow, my little Clotail friend. Wat ben jij mooi. Holy damn. Maar goed. Ik ben nog gekild door een Robot Enforcer tussendoor. En ik heb hier dus een stukje van de map gevonden. Waar vrij veel Resurrected Rexes gewoon rondjouwen. Dus... Ik heb hier 3-4 Resurrected Rexes gekillt. Het voordeel daarvan is, dan weet ik in ieder geval waar ze zijn. Dan kan ik ze killen. En dan hebben we ook daar weer kans op een Immortal. Maar mij ook niet zo heel veel uit welke Immortal op dit moment. Er zijn geen specifieke souls nodig. Er zijn alleen de generic souls nodig. Wat ben jij? Perfect mate voor Pony? Nee, 360. Crap, ook die kom ik te veel tegen op level 360. En er lopen hier wel zoveel alfa-beren. Ik heb een beetje het idee dat de alfa diebears, dat die nogal een overspawn zijn. Maar aan de andere kant, die alfa diebears, die spawnen ook vrij veel Resurrected Rexen in. En, daar hoor je mij niet over klagen. 360 Pegasus, die ontkomt weer. We hebben natuurlijk altijd al veel Prime Mechaterium op de map gehad. Nee, die zijn nou ook dood. Wel heeft deze dino verschrikkelijk veel kabaal. Ik ga nog even verder met dit hele riedeltje van alles doodmaken, blablabla. Totdat er weer een Immortal in spant. En we zijn er al onwijs veel tijd aan kwijtgeraakt, dames en heren. Dus we zijn er zo weer. Oh mijn god. Ik heb geen idee hoe lang of het afleveringen duurt, maar crap, dit grinden voor souls duurt lang. Laten we eens heel even beginnen met deze Bionic Giga Boss Version. Boep, one hit, versla. Nee, hij heeft er een gespawnd. Oh, wow. Nee, niet de Castroides, wat is dit? Bionic Giga, level 580, één Futuristic Orb. 42,9 miljoen aan Torpor. Daar komen wij zo op terug. Want hier, een stukje verderop, staat als het goed is. En hier is een beetje een tijdskwestie natuurlijk. Een Immortal. Eindelijk weer een Immortal. We beginnen gewoon met een hit van 15 miljoen, dames en heren. En soms denk ik, wat tijdens het gevecht zou ik ook nog wel weer in stealth kunnen gaan. Om nog een keer die 15 miljoen hit te doen. Maar dat duurt meer tijd en dat kost...
Zoveel dat ik in die tijd helemaal meer dan 10 hits had kunnen doen. En dan zitten we ook al op 15 miljoen. Dus het is gewoon 10 keer. 10 keer je base damage. Dat is gewoon niet normaal. En onze base damage is dan niet normaal. Wauw, oké. Okay, deze Immortal Bigfoot die doet toch echt wel helder op. Helder op meer damage als dat die Immortal Gigant deed. Maar ook deze. Is gewoon geen enkel probleem. We hebben één health potion moeten gebruiken. Onze Wyvern die staat niet op helpen. Maar volgens mij helpt dat ook niet extreem en extreem veel. Maar wel weet ik dat dit, we hadden de 12, dan wordt dit nog maar generic soul 13. 14. Maar dat is de 12. Dit is de tweede die we erbij hebben. Cool, wat is dit? Oh, dat is al dood. Doodgemaakt, maar niet opgegeten. Dat was niet zo verstandig. Jij blijft hier. Jij blijft hier. Wij zijn nodig. Waar is die? Green Arrow. Waar is Sir? Green Arrow is een Sir. Oh my crap. Klets dat je dat niet weet. Nee, ik zit vast in hem. Ik zit vast in hem. Die gaan we niet overleven. Oké, we zijn los. We zijn los. 1,5 miljoen. 1,7 miljoen. Volgens mij doet hij deze maar 1,8 miljoen torpel per hit. Of was ik in de war? Dus dan zouden we dan ook rond de 3,5 tot 4 miljoen torpel uit moeten komen. Oké, hij stopt al bij 2,5. Je moet een geintje maken. Wat? Zijn we hier nou echt een upgraded taming beast voor nodig? Nee. Volg mij. Nee, heb ik ze niet ver genoeg weggezet? Het zou natuurlijk heel goed kunnen. Kom hier, ik wil niet dat jij mijn andere dino's aanvalt. Ik moet ze sowieso op passive zetten. Passive. Oh crap, hij doet best veel damage. Hij doet best veel damage. Ik denk niet dat Tandloos daar heel erg dol op wordt. Land. Ik gok dat ik er goed uit heb gerekend. Oké, ik heb er goed uit gerekend. Nou, nog gauw onze... Oh crap, onze health. Onze health. Nee, ik ga back to base. Geen idee of dat goed komt. Nee! Oké, dat kwam dus net niet goed. Oh, hij heeft onze Dominus al bijna dood. Dominus. Kom. Oké, Dominus zou heel en heel erg veel sneller zijn moeten zijn. Oké, unfollow. Land. Oké, ik heb geen idee waar of dat hij heen is. Wel weet ik dat we heel groot Dominus even moeten mounten. Oh, ik heb ook nog maar 8 health potions bij me. 8. Die. Jij. Go to base. En jij. Alsjeblieft niet. Oh, yes. Dominus is back to base. En gelukkig dropt deze torpo niet super snel. Dit gaat toch wel heel even een klein tijdje duren, denk ik. Aangezien we nou nog maar op 10 miljoen, dus we zitten nog maar op een kwart. Alleen we hebben gelukkig wel Tandloos en Dominus nog kunnen redden. Ik hoop dat Tandloos niet te veel damage heeft ontvangen, want dat heb ik eigenlijk niet gecheckt. Ik denk dat we ook wel gewoon een beetje kunnen blijven rollen en een beetje torpo kunnen blijven doen. Hopelijk wat ik de Futuristics Orbs. Oké, die heb ik nog bij me. Ik heb er 80. Ik heb er gewoon 80. We hebben 2 van die Bionic Kickers gekillt. En 1 keer gaf dat ons alle spawn van een Bionic Kicker level 580. Dat is insane, dames en heren. Is gewoon insane. Ik had nog helemaal geen Bionic Kickers gezien dit seizoen. En nou gaan we er al eentje temmen. Wauw. Oké, er zitten bijna 17 miljoen torpoor. Ik denk dat we gewoon door blijven hameren. Ik denk niet dat dat enigszins slechte invloed heeft op de torpoor. Die of dat we toedienen op hem. Het is gewoon elke miljoen. Dan doen we weer een hitje erbij. Volgens mij deed ik maar 1,8 miljoen torpoor per hit. Dus dat is heel vaak hit. Torpoor active. Oh, het staat erbij. Torpoor active. Nog 2 seconden. En dan kan ik nou weer een hit verdragen. Wauw, dat duurt dat dan gewoon 8 seconden. 1,8 miljoen verdeeld over 8 seconden. We zijn in ieder geval halverwege de torpoor. En nog één. Oh, yes. 5, 4, 3. Kijk, en dan kunnen we weer heen. Woepa. Oeh, hij heeft ons mogen bijten. Dus hij heeft ons zijn bleed effect heeft hij weer op ons. Qua damage, we doen flink damage op hem, absoluut. Maar volgens mij zou hij eerst nog moeten gaan voordat hij doodgaat. Was dat gewoon mis?
Oké, dat was in ieder geval raak. Omdat wij zoveel damage ontvangen, wordt onze dino ook een beetje hongerig. Maar meer, dat hoort erbij. Dat hoort er gewoon allemaal bij, dames en heren. Oké, Torpor is niet meer actief. Hier gaan we weer. Weer een hit. Holy damn, dit mag lang duren. We zijn een betere Torpor toediener nodig. Misschien hebben we nog wel een Prime Wyvern waar we dat mee zouden kunnen doen. Ik heb niet het idee dat de Torpor nog omhoog gaat. Oké, we hebben hem weer gehit. 28 miljoen. 28, oh jawel, gaat nog maar omhoog. 29 miljoen. Oké, let's go. Wow, auw. Wauw, die damage die hij die doet is insane. Wauw, 32 miljoen, dus we hebben nog 10 miljoen te gaan. Wauw. Dit kun je je gewoon niet voorstellen. Als je bekijkt dat we volgens mij 2 hits op onze sterkste dino nu. Hebben we 2 hits gedaan en die was getemd. Volgens mij 2 hits en alle bosses die zijn knock. Alleen deze. Bionic Giga heeft zo'n insane hoge torp hoor. Dat we gewoon zo ongelooflijk vaak moeten hitten. Je kunt het je gewoon echt niet voorstellen. Oké. Oké, gaan we weer. Nee, ik zit vast in hem. Oké, ik zit niet meer vast in hem. Nice. Van mij zou die eigenlijk ook wel een beetje mogen eten. Want als je kijkt dat hij gewoon minder health als Torpor heeft, is dat best wel zorgwekkend. Hij heeft net ook wel wat bevers en zo opgegeten. Denk ik in ieder geval. Hij viel ze wel aan. Dus ik ga er ook vanuit dat hij ze wel op heeft gegeten. Maar ik weet ook niet of hij daar überhaupt genoeg van regen. Want misschien is die regen dan nog wel vanilla-stijl. En dan heeft dat natuurlijk nul nut. Want dan hield hij een paar honderd bij in plaats van een paar miljoen. Hij heeft maar 8,3 miljoen health. En hij heeft 42,9 miljoen torpor. Wat? Dat is niet gezond. Maar we zijn er nou wel bijna. 2, 1. Ik denk. Dit is de laatste hit. De laatste hit. Yes, 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 yes. Let's go. Futuristic orb. We geven hem gewoon 2, maar eruit. 3. Ben je gestarfd? Oké, hij is gestarfd. Hij zou onmiddellijk moeten temmen. Maar, hij blijft zeggen, put food in inventories to tame. Zo, is in ieder geval weer full life. Dat hebben we in ieder geval al bereikt. Hij blijft zeggen, put food in inventory to tame. Hij zegt toch echt wel één futuristic orb en die zit erin. Ik wil er ook wel 8 in gooien. Wat? Ik word hier bedonderd. We worden bedonderd wat we bij. Of niet. Of niet. Oh my god. E.T. Wat? E.T. Unfollow passive. Wow, 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 wow. Equip yourself to the right. Ik ga ervan uit dat hij gewoon een Alpha Giga Zadel nodig is. Wow, 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 wow. Eens heel even kijken. 3. Hij heeft al 10 miljoen HP om mee te beginnen. Hij heeft een crafting skill. Wat? Jullie moeten een geintje maken. Dat moet een geintje zijn. Oh, wauw. Wij gaan samen met hem even terug naar de beest. Dan gaan we meteen even kijken hoe dat tandloos is. Green Arrow even weer terugzetten. Oh, wow. Oké, E.T. Oké, E.T. is weird. 869 E.T. What? Beer bees, beeps. Oh, mijn. Op, dames en heren, we gingen erop uit om generic souls te farmen. En daar moesten we er 3 van. We hebben er maar 2. Wel hebben we E.T. mogen temmen. Een Bionic Giga. Oh my god. Wat een gaaf beest. En hij heeft de crafting skill. Want hij kan iets craften in zijn inventory. Element. Element shards. Is de element duur? Crystal electronics, futuristic orb en 200 silica pearls. Man, dat is real prop. Hij kan artifacts craften. Die gaan voor verschillende prijzen. Deze kost 200 van elke crystal. 5 futuristic orbs en 200 polymer. Daar zouden we dan best wel een lading van kunnen maken. Om jullie te zijn. Maar zoals deze, die kost gewoon. Oh, all artifacts. Deze craft all vanilla artifacts voor 2500 crystals. 2500 electronics, 5. Wat? Ik weet niet of 2500 kilo. Oh, daarom is deze duurder. Eigenlijk zijn ze allemaal kasten, allemaal hetzelfde. Hoeveel zijn er dan? Er zijn er 6, toch als het goed is. Ja,
6 plus 4, dus dat is 10 plus 2, 4, 5. Wauw, 15 verschillende artifacts. En deze craft ze allemaal in één keer. Dus deze is veel goedkoper. 10 artifacts zou neerkomen op 2000. 5 keer 2, dat zou neerkomen op 3000. Dus deze is goedkoper. Wauw, oh, vanilla artifacts. Really, really gaaf. En hij heeft natuurlijk ook nog een wapen. Firearm, tech, blueprint, elemental, tech, rifle. En volgens mij hebben wij ook voor die tech, rifle... speciale tech rifle trank ammo. Less deadly than other ammo, but rapidly increases the victim's torpidity. Best wel duur. 5 element en 10 narcotics. Maar daar kunnen we best een keertje mee spelen. Maar dat gaat de volgende aflevering worden. Want dames en heren, wat zijn wij on- en onwijs lang bezig geweest met het farmen van die generic souls. Wauw, in ieder geval, gaaf dat jullie er nog bij zijn. Gewoon een 40 minuten aflevering. Jullie hebben het gehaald tot het einde. Bedankt ervoor. Geef jezelf een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Appetjo.